Brian Nieling, eindelijk dan je basisdebuut. Hoe kijk je erop terug? Met een dubbel gevoel. Ja, blij dat ik natuurlijk mijn basisdebuut mag maken. Alleen helaas dat we niet met 3 punten hier blijven, zeg maar. Dat lijkt me inderdaad ook lastig. Maar al heel vroeg krijgt jullie keeper een rode kaart. Hoe heb jij die situatie gezien? Je stond er vlakbij. Ja, ik liep achter hem en ik zag dat de speler van Eindhoven struikelde een beetje. Ja, die haakse voeten tussen zijn benen. Laat zich vallen en scheidsrechter geeft rood dus. Dat betekent dat jij dacht, het had met geel ook afgedaan kunnen worden. Ja, met geel denk ik dat dat maximale straf was geweest. Maar natuurlijk is het wel dom dan, denk ik, in die fase, nog net geen kwartier gespeeld, dat jullie keeper zoveel risico neemt. Ja, het had kunnen voorkomen, maar ja, we weten dat Romain altijd met risico speelt. Meestal pakt het goed uit, alleen zoals het moment als nu, pakt het verkeerd uit. En dan heeft het hele team er last van. 75 minuten met een man minder. Hoeveel energie heeft dat gekost? Heel veel. Maar ik moet zeggen, door de fans stonden 90 minuten lang achter ons. Hebben we ja, toch die 75 minuten kunnen knokken, volle gas kunnen gaan. Maar helaas was het niet genoeg om de 3 punten hier te houden vandaag. Hadden jullie in de wedstrijd nog het idee van als die 1 keer goed valt, dan trekken we aan het langste eind? Ja, ik zelf vooral eerste helft. Kwamen een paar keer goed eruit. En ja, ook snelle counter. Hadden we dicht staan achterin en de tweede helft Brian met een schot, wat op de paal vliegt nog. Dus ja, het geloof was er zeker in het team. En dan krijg je dat breekpunt, hè? 20 minuten voor tijd. Hoe frustrerend was dat, dat je dan toch die tegengoal krijgt terwijl je zo hard knokt? Ja, voelt een beetje, hoe moet ik het zeggen, ja, kloten gewoon. Maar ja, ik denk dat we als team hebben er alles aan gedaan. En dan valt die goal en dan zit je er eigenlijk wel doorheen en dan moet je nog. Kwartier, denk ik. En dan wordt het echt zwaar. En dan 5 keer achter elkaar verliezen, waarvan 3 keer net iets meer dan een week thuis. Dat moet ontzettend veel pijn doen in de groep. Ja, dat doet zeker pijn. Maar we proberen mentaal sterk te blijven. Om de volgende wedstrijd gewoon weer fris, fruitig en te winnen. Dat is het belangrijkste, denk ik. Heb je vandaag voor je gevoel laten zien dat je het niveau aan kan? Dat ik het niveau aan kan, zeker. Maar ik denk dat ik voetballende kwaliteiten nog niet echt heb kunnen laten zien vandaag. Dat het meer was verdedigen. Dus ik hoop dat ik, als ik volgende week weer mag starten, dat ik dan ook mijn voetballende kwaliteiten kan laten zien. En wat voor cijfer zou je jezelf geven vanavond? Lastig, denk een 6. Dat is mager hoor. Ik had je een 7 gegund. Dankjewel, maar bij mij gaat de punten morgen ook als we de 3 punten hier houden. Dus dat is niet gelukt. Maar de eerste stap naar een basisplaats, hè? Is gezet. Dat moet toch voldoening geven? Ja, het geeft me zeker voldoening en hopelijk kan ik die lijn doortrekken. Dankjewel.